Zijlijn Sport. Met vandaag het duel tussen Blauwgeel 38 Jumbo en Dosco. De ploeg uit Bergen-op-Zoom staat momenteel op een laatste plaats en verloor vorige week in eigen huis met 1-2 van Nuenen. Blauwgeel won vorig weekend weer eens na 4 wedstrijden zonder overwinning en RKAVV werd in Leidschendam met 1-2 verslagen. Eerder dit seizoen eindigde het duel Dosco tegen Blauwgeel in een 0-4 overwinning voor Blauwgeel. Maar een kat in het nauw kan rare sprongen maken, dus Blauwgeel zal op zijn tellen moeten letten. De opstelling van Blauwgeel 38 op doel, zoals vertrouwd, voor Brahim Zari. De achterhoede met Immanuel Hurkmans, Desley Schilders, Sten van Vessem en Koen van Zutphen. Hij verving op het allerlaatste moment Erik van Loon, die in de voorbereiding aan de wedstrijd geblesseerd raakte. Het middenveld met Emiel van der Zande, Sander Egmond en Mark Dobbelsteen. En voorin Danny Verbakel, Joey Helsteren en Alexander Mols. Emiel van der Zande is eigenlijk natuurlijk van nature aanvaller, dus eigenlijk stonden er 4 aanvallers aan de aftrap. Bij Dosco op doel Nick Lodiers, de achterhoede met Lars Machielsen, Toon Jochems, Bert den Ridder en Kevin Jurgens. Het middenveld met Steven van der Spek, Ayman Hatjaissa, Nicky Huitermans en voorin Sam van der Kreken, Paolo Fortunati en Wesley van Zundert. Scheidsrechter Zeeman gaf het duel vrij en Blauwgeel ging meteen in de aanval. Hier komt de bal bij Danny Verbakel uit. Die zet voor, maar helaas is daar niemand diep genoeg om die bal al in te kunnen tikken. Er stonden slechts 11 seconden op het scorebord. De ploeg uit Bergen-op-Zoom heeft de punten hard nodig en zou graag voor een stunt zorgen. Hier volgt de nieuwe aanval van Blauwgeel via Sten van Vessem en Danny Verbakel. Danny verliest hier echter de bal en kan die bal ook even niet terug te pakken krijgen. Sander Egmond lijkt die bal dan in bezit te krijgen, maar laat hem te ver van zich afspringen. En dan is het Sam van der Kreken die heel gemakkelijk Koen van Zutphen het nakijken geeft. Die bal voor wil leggen aan zijn medespeler, maar die bal komt in een kluts via Desley Schilders weer bij toeval voor zijn voeten. En dat betekent 0-1 na iets meer dan 3 minuten spelen. Hier zien we het nogmaals. Een foutenfestivaletje eerst van Blauwgeel zijde. En dan het geluk wat Dosco heeft. Als die bal eigenlijk breed gelegd wil worden. Maar die bal weer per ongeluk ook voor zijn voeten, tegen zijn voeten aankomt. Want hij heeft het eigenlijk niet eens in de gaten. En die bal gaat over de doellijn. Een kleine tegenvaller voor Blauwgeel. Blauwgeel dat zoekt meteen die aanval weer. Het is hier Joey Helsen. Als hij meteen breed had kunnen leggen, dan was Alexander Mols alleen voor het doel. Hij kreeg die bal helaas niet voor. Gaat nu via Sander Egmond. En die dwingt de doelman van Dosco toch nog tot een redding. Slechts 4 minuten gespeeld. En Blauwgeel gaat verder. Immanuel Hurkmans combineert met Alexander Mols. Die gaat strafschoppen binnen en wordt hier toch duidelijk neergelegd. Maar scheidsrechter Zeeman vindt hier niets aan de hand. Eigenlijk onbegrijpelijk, want het was duidelijk neerleggen van Alexander Mols. Hier Alexander Mols geeft mee aan Danny Verbakel en die loopt er zijn tegenstander uit. Zet goed voor, maar wederom niemand diep genoeg om die bal binnen te tikken. En in paniek geeft Dosco dan een corner weg, die overigens niets op zal leveren. Dosco weer, Sam van der Kreken zet voor. Desley Schilders kopt weg. Joey Helsten werkt verder weg, maar niet goed. Fortunato geeft hem voor. Van der Kreken weer helemaal vrij, maar krijgt gelukkig die bal niet goed onder controle. Desley Schilders werkt die bal weer weg. Joey Helsten gaat overnemen, wil er voorbij. En wordt dan hardhandig tegen de vlakte gewerkt. Ook hier zag scheidsrechter Zeeman geen kaart in. Teruggenomen die vrije trap. Immanuel Hurkmans op Alexander Mols. Die dreigt, gaat zijn tegenstander voorbij, zet goed voor. Sten van Vessem mist die bal, maar achterin komt Danny Verbakel heel goed voor zijn tegenstander. En tikt die bal buitenkant voet voorbij de Dosco-doelman. We hebben nog geen 17 minuten op de klok. En de achterstand is dus weggewerkt. Snel en slim genomen. Dan lijkt Alexander Mols wat te veel tijd gaan te nemen. Maar hij doet het in dit geval goed. Zijn medespelers zijn dan voor. En hier is Danny Verbakel alert.
En schiet die bal binnen. 1-1. En blauw-geel zou doorgaan vanaf dat moment. Opbouw via Desley Schilders naar Immanuel Hurkmans. De diepte in naar Alexander Mols. Die legt hem af op Immanuel Hurkmans. Goed schot, maar ook een prima redding van de Dosco-doelman die een corner weggeeft. Dreiging vanuit de Dosco-counter. Brahim Zari is een betrouwbare sluitpost en weet hier wel raad mee. Sander Egmond, de diepte in op Danny Verbakel. Die bal die gaat net langs en ik denk dat Alexander Mols dacht dat die bal er wel in ging. Hij was ook niet ver genoeg naar voren om die bal nog het beslissende setje te geven. Goed doorgaan van Danny. Emiel van de Zanden lijkt die bal te verliezen, maar herstelt zich prima. Goed druk zetten van Blauw-Geel. Sander, Mark en Stan van Vessem voeren de druk op. Prima steekbal van Mark op Joey Helsteren. Die legt hem goed af op Alexander Mols, maar een vlagsignaal. En dat zal niet terecht zijn, want Alexander Mols was via de beelden duidelijk te zien achter de bal. Dus waarom dit doelpunt niet doorgang kon vinden is een raadsel. Maar Blauw-Geel gaat door. Stan van Vessem op Danny Verbakel. Prima voorzet. En met de borst loopt Mark Dobbelsteen die bal eigenlijk voorbij de doelman. 27 minuten gespeeld en Blauw-Geel heeft de achterstand inmiddels omgebouwd naar een voorsprong. 2-1. Zien we het nogmaals. Prima voorzet weer van Danny die veel ruimte kreeg deze keer ook. Maar kijk dan naar de grensrechter, maar ditmaal valt er helemaal niets af te keuren. 2-1. Opbouw Mark Dobbelsteen heeft de bal van achterop gehaald. Danny Verbakel wederom een bal goed de diepte in op Helstern. En die omzeilt de doelman van Dosco met een mooie bal. 3-1, 3 minuten later. Ook hier opvallend weer de vrijheid die Danny Verbakel krijgt voor het geven van een paas. Komt hem verhalen. Is nog op eigen helft als hij die bal geeft. En Joey Helsten laat zich niet aan de kant zetten. Rond beheerst af. 3-1 nog binnen het half uur. Heeft Blauw-Geel de schade hersteld. Dosco deed het wat terug. Niet veel. De ploeg komt toch echt kwaliteit tekort. Hier toch weer die Sam van de Kreken. Die goed wegdraait bij de defensie van Blauw-Geel, maar nogmaals, de betrouwbare Brahim Zari tikt die bal tot corner. Diepe bal op Danny Verbakel. Voorzet, Emiel legt hem goed terug. Mark Dobbelsteen haalt ook prima uit, maar ook dit keer is de Dosco-doelman met een geweldige actie de inzet de baas. De tweede helft, Dosco trapt weer af voor de vierde keer al deze keer. Blauw-Geel zou het wat rustiger aan gaan doen die tweede helft. Met een 3-1 voorsprong kon het zich dat permitteren. Ook omdat Dosco weinig in te brengen had. Vrije trap gaat via de muur over. Corner leverde niets op. Alexander Mols. Voorbij zijn tegenstander kan die bal nog net voor de achterlijn binnenhouden. Maar Emiel van der Zanden had er niet meer op gerekend dat die bal tussen de doelman en de paal voor de doellijn langs zou gaan rollen. Vrije trap van Dosco. Nou, dat was dus het niveau van Dosco van deze middag. Blauw-Geel kwam geen moment meer in gevaar. Die goal die ze tegenkreeg was een toevalstreffer. Maar goed, die tellen ook. Hier Danny Verbakel op Joey Helsteren. Jammer dat het zo slordig ging, want die bal was achter Alexander Mols. Hij had anders in één moeite door kunnen gaan op de doelman. Goede overname van Blauw-Geel. Emiel van der Zanden zat er goed tussen. Een rush naar voren van Joey Helsteren. En dit is een prima paas op Danny Verbakel. Die is iets te gehaast, want ook hier had veel meer in gezeten. De bal gaat langs. Dosco weer in de opbouw. Weer die Sam van de Kreken.
Maar Stijn van Wessem houdt hier het overzicht. Alexander Mols wordt hier goed de voet dwars gezet. Verliest de bal. Dosko kan weer overnemen. Het is hier ook de Dosko-aanvaller die misschien wel net genoeg gehinderd wordt door Desley Schilders. Waardoor er geen inzet op goal kon volgen. Goed rondgespeeld. Danny Verbakel houdt het midden tussen een schot en een voorzet. En niemand kan hem afronden. Hier prima gecombineerd weer van blauw-geel. Rolf van der Boogaard inmiddels ingevallen. Legt terug op Mark Dobbelsteen. Gaat naar Emiel van der Zanden. Sander Egmond speelt een steekpaas op Danny Verbakel. Die legt nu goed af. En Mark Dobbelsteen kan zijn tweede en blauw-geels vierde binnen tikken. 4-1. Duel was bij 3-1 al lang beslist. Maar een doelpuntje na de rust is toch ook wel prettig voor het publiek. Dan zien we nogmaals het goede combinatiespel van blauw-geel. Waar het natuurlijk ook wel heel veel ruimte voor kreeg. Zeeman leek nog even in de weg lopen, maar hier die goede steekpaas. Danny Verbakel is niet zelfzuchtig, legt hem goed af. Houdt het overzicht. Mark Dobbelsteen mag scoren. Hier een fel Dosko, maar Desley zet er zijn voeten goed voor. Dosko probeerde het wel, maar nogmaals, het kwam gewoon kwalitatief tekort. En het zal een hele kluif worden voor de ploeg om zich te handhaven. Hier nog een inzet, maar die gaat langs het doel bij Brahim Zari. En hier volgt het eindsignaal van scheidsrechter Zeeman. Blauw-geel wint met 4-1 van rode lantaarendrager Dosko. En met nog 5 wedstrijden te gaan blijft het in ieder geval koploper. En kan het gaan kijken of het die voorsprong kan gaan handhaven. Ja, even zonder microfoon vanwege een technisch mankementje, Niels. Proficiat, 4-1 toch gewonnen. Hele snelle achterstand. Ik denk, oh jee. Ja, nou goed, ik moet zeggen, voor die 1-0 achterstand die heel snel was, kregen wij zelf al 2 dikke kansen op 1-0. Dus ik had eerst het gevoel van, nou, we beginnen goed. En daarna verliezen we met Danny aan de zijkant echt heel naïef de bal. En ja, stappen we achterin verkeerd in, dus ja, komen ze op 1-0 voorsprong. Binnen 2 minuten, denk ik. Dus het begon al, of er gebeurde al van alles die eerste paar minuten. En daarna moet ik zeggen, speelden we wel echt een geweldige eerste helft. En ja, ik denk dat we Dosko op dat moment helemaal omver hebben geblazen. En waar we de ene aanval naar de andere aanval op de mat aan het leggen. En ja, ook heel veel kansen. En voor mij was het binnen 25 minuten was het van 0-1 en stond het 3-1. En ja, dat kun je normaal gesproken een goed gevoel hebben. Had ik ook, maar goed, ik denk zelf nog. Dat we onszelf tekort hebben gedaan door niet 1 of 2 goals meer te maken. En dat gebeurt niet. De tweede helft is het toch altijd anders omdat zij natuurlijk voor een laatste kans spelen. En bij ons is het toch ook weer een ander gevoel in de kop. Vond ik dus ook van een minder niveau dan de eerste helft. Maar uiteindelijk denk ik dat zij weinig en niks hebben gecreëerd. En uiteindelijk halen wij met 4-1 de trekker over en is het een gelopen koers. Het einde nadert. Nog 5 duels. Kwikken krijgen we nog thuis. We winnen vandaag met 1-0 van Gemert. 6 punten. Als Kwik inhaalwedstrijd bij Halsteren dreigt te verliezen, zou verliezen, dan heb je een ruimere voorsprong. Met vertrouwen het eindsprint tegemoet? Ja, sowieso. Het zijn 5 wedstrijden en ik vind dat wij, als we ons niveau halen, eigenlijk deze competitie beter zijn dan. Of beter kunnen zijn dan iedere ploeg die we tegen hebben gehad. En dus ik vind dat wij van de komende 5 wedstrijden minimaal 4 in staat zijn, moeten zijn om te winnen. Nou, en dan is het ongeacht het resultaat van Kwik, moet het dan voldoende zijn. Alleen als je natuurlijk een theoretisch praat, moet wel gebeuren. En we moeten gewoon van de komende 5 wedstrijden minimaal 4 winnen. En of in ieder geval 3 winnen en 1 gelijk spelen, denk ik dat ook genoeg is, want dan verlies je 5 punten. Dus daar moeten wij zeker toe in staat zijn. Dus ik kijk er met vol vertrouwen naartoe, naar de komende 5 duels. En we willen graag kampioen worden. Maar aan de andere kant, als Kwik erin nog in gelooft, wat ik wel zou doen als ik trainer was van Kwik, dat betekent wel dat zij alle 60 moeten winnen.
zijn we toen 6 wedstrijden spelen. Nou goed, volgens mij 6 wedstrijden winnen nog steeds moeilijker dan, dan 4 winnen en 1 gelijk spelen. Dus nee, ik heb het volste vertrouwen in en we zullen vol aan de bak moeten. Dat is natuurlijk een feit. He, want de blauw-geel wat niet top is, ja, dan kan ik zomaar een wedstrijd niet winnen. Maar als we wel gewoon gefocust zijn en ons niveau halen, dan gaan we dit goed afmaken. Goed zo, bedankt. De uitslagen in deze hoofdklasse B van deze zondag in april. Blauw-geel Dosco heeft u kunnen zien, het werd 4-1 voor blauw-geel. Halsteren RKAVV 0-0. Nuenen Dezo 0-1. OSS 20 Groene Ster 1-0. EHC Chevremont 0-1. Kwik, achtervolger van Blauw-Geel, wint met 1-0 van Gemert. Vlissingen DHC 3-1 en IFC Gestel 1-1. En dat brengt ons bij de volgende stand. Blauw-Geel blijft koploper met 54 punten uit 25 duels. Achtervolger Kwik won van Gemert, heeft 45 punten, maar daar een duel minder over gedaan. Als het zijn inhaalwedstrijd wint bij Halsteren, dan kan het op 6 punten van Blauw-Geel komen. Nou, Nuenen is weg, het verloren nu weer in eigen huis van Dezo, maar staat nog wel steeds derde. Dan zien we OSS 20 inmiddels opgeklommen naar een 5e plek. Gemert staat nog net in het linkerrijtje met 34 punten uit 25 duels. Dezo vinden we terug op de 11e plaats met 30 punten uit 24 wedstrijden. Chevremont wint van EHC en klimt naar boven de degradatiestreep. En de onderste vier zijn RKAVV, EHC, Groene Ster en Dosco. Dit was Skyline Sport voor dit weekend. Volgende week zijn wij bij u terug met de wedstrijd UD19 Beterbed tegen OFC uit Oostzaan. Bedankt voor het kijken. Skyline Sport.